hebt voor eind januari, dus voor het eind van de transferperiode, heb je nog 4 wedstrijden waarvan je 3 thuis speelt. Dus je speelt thuis tegen Genk, die inhaalwedstrijd. En dan kom je inderdaad op 4 punten. Maar dan speel je eigenlijk 4 dagen daarna ook tegen Kortrijk. Die staan net boven jou. Als je wint uiteraard tegen Genk, dan kom je op 1 punt van Kortrijk. Dan ga je uiteraard naar club. En dan speel je thuis tegen Lokeren. Dus ja, oké, die 4 wedstrijden kunnen veel bepalen. Eén, die kunnen inderdaad bepalen van, we kunnen nog naar boven kijken. Zijnde de 6e plaats. 2, kan ook bepalen wat er nog gebeurt voor 31 januari in de transfers. Bepaalde spelers kunnen nog gegeerd worden als daar de correcte prijs voor betaald wordt en er niks meer te winnen of te verliezen is. Als je natuurlijk op dat moment op 1 punt of op 2 punten van play-off 1 staat, ja, dan kunnen die jongens ook misschien nog liever tot eind van het seizoen bij KVO blijven. Wel, ik kan u zeggen, op dit moment buiten een gratis verhuur voor Siani, dat er geen enkel, maar dan ook geen enkel concreet bod binnengekomen is. Dus ja, gratis gaat de zon op en gaat de zon onder. Maar we gaan toch niet onze kapitein gratis laten vertrekken. Dus dat is... Dus op dit moment is er absoluut niks, maar dan ook niks concreets. Het enige concreet is Al Jazeera, die dus Siani voor 6 maanden gratis wil huren. Dit is echt... dit tart alle verbeelding. Ik denk dat er vooral iets zal bewegen na 20 januari, in de laatste week, zoals zo vaak. Zoals het ook in augustus altijd is. Tenzij ploegen in België die het nu moeten doen omdat ze de schrik hebben om te degraderen. Hebben wij schrik om te degraderen? Ik denk nog altijd dat wij 7 punten voorstaan. Punt 1. We hebben een wedstrijd minder. We hebben nog 6 thuiswedstrijden. Dus ik kijk nog altijd naar boven. Neemt niet weg dat je altijd een beetje achterom moet kijken ook. Maar ik kijk nog altijd naar boven met de huidige kwaliteit van de spelersgroep. We hebben een aantal jongens die het niet slecht gedaan hebben. Je hebt de laatste wedstrijd Banda gehad, je hebt Bouchiri, je hebt een Dembe, je hebt Bataille, je hebt Dazen. Dus ja, oké, ik denk aan spelers geen gebrek en alle posities zijn nagenoeg dubbel bezet. Als ze inderdaad morgen, als Djali niet zou bijtekenen en als Siani zou vertrekken en dat er nog één zich kwetst op dezelfde positie, maar we hebben op die positie met Jonkeren, die dus volgens mij terug medisch fit verklaard is. En die eigenlijk na zoveel maand, vond ik, op Waasland-Beveren een heel geslaagde rentree maakt. Ik vond die goed in die 15 of 20 minuten dat hij gespeeld heeft. Ja, dat is ook een jongen die op die positie. Je hebt Oskan op die positie. Die misschien inderdaad op het moment dat hij moest komen, of dat hij zijn kans gehad heeft op Muscoon. Maar ik denk dat op Muscoon niemand zijn kans gegrepen heeft. Dus dit was gewoon een heel slechte wedstrijd. En misschien wel de slechtste van dit seizoen. Ik denk dat een goede Frank Berrier kan altijd iets bijbrengen. Alleen ja, ook daar komen we terug op het gratis. Dus er is een voorbeeld gesteld. En ik hoop dat dat ook voor de anderen een les mogen zijn. Dus je dwingt dat niet af op die manier. En voor de rest wil ik daar... Oké, hij is nu terug met de groep. Het is aan hem om te bewijzen dat hij zich terug integreert. En dat de groep hem ook terug accepteert. Rozenaal, iedereen weet, dus dit is om privéreden en ik denk niet dat we daar moeten over uitweiden. Dus hij zelf is bij zijn familie op zijn uitdrukkelijk verzoek en ik denk dat we dat moeten respecteren. Dus, oké, als je op die leeftijd natuurlijk 1 maand, zelfs al mag je dan, als er 1 is die professioneel is, dan is het wel David. Maar ik denk dat we hier vooral, het gaat over zijn familie en ik denk dat dat op dit moment belangrijker is dan... Dan KVO Stende, hoe erg dat ook is. Er waren bepaalde mensen die suggereerden, ja, en die zal er niet zijn, en die heeft zijn kast leeggemaakt. Ik denk dat het vooral heel belangrijk was gistermorgen dat alle spelers aanwezig waren en dat ze allemaal op tijd waren. Dus dat toont dat er toch wel het professionalisme, dat eigenlijk absoluut normaal is. Maar iedereen was er en ik heb ook gezien dat iedereen gisteren de training op een volwassen manier doorgemaakt heeft. En oké, we zullen wel zien, we spelen natuurlijk morgen al een oefenwedstrijd, dat is vrij kort. Maar ik denk dat de focus niet mag liggen op die oefenwedstrijd van morgen nog van woensdag. De focus ligt op volgende week dinsdag 16 januari 20:30 Genk. En dan moeten we staan.